En de eerste die ik hier vast heb, die ik als eerste ga behandelen, is focus stacking. Dus focus stacking is, dat wordt veel bij macrofotografie gebruikt. En ik heb de indruk dat dit hier zelf een macrofoto is. Omdat je bij macrofotografie heel weinig scherptediepte hebt, omdat je zo dicht bij je onderwerp gaat. Maar scherptediepte is onder andere afhankelijk van de afstand van de lens of het filmoppervlak of de sensor tegenover je onderwerp. Hoe dichter dat komt, hoe minder scherptediepte dat je krijgt. Ook brandpuntsafstand en zo zijn van belang. Dus toch meer scherptediepte wilt dan wat mogelijk is met die lens. Dan kun je met focus stacking gaan werken. En focus stacking is eigenlijk gewoon een reeks van foto's die samengevoegd wordt achteraf een beetje like HDR, High Dynamic Range. Met dat verschil dat je bij HDR verschillende belichtingen maakt. En bij focus stacking ga je eigenlijk je scherpstelpunt, de belichting gelijk houdt, maar je scherpstelpunt telkens gaan verzetten. Waardoor dat je als je die foto's samenvoegt, een foto krijgt met dus meer scherptediepte dan het brandpuntsafstand en de lenscombinatie anders zou toelaten. Ja, dus ze geven eerst een opsomming van vier elementen, instellingen die je kunt gebruiken voor je eerste poging. Er staat hier belichting manueel. Aperture stellen ze f11 voor. Shutter speed van een 250 van een seconde. Ja, uiteraard moet je gewoon kijken naar een diafragma rond f11 en een sluitertijd rond een 250 van een seconde. Wat dat dan voor uw situatie, hoe je belichting heeft. En een ISO-waarde van 100 is ook een vrij lage ISO-waarde. Waarschijnlijk omdat ze een detail gaan fotograferen. Dan om uw foto te maken, gebruik een statief. Ja, dus dat is inderdaad een goede tip. Zeker omdat je met die focus stacking zit. Dus omdat je meerdere foto's gaat samenvoegen. Een andere tip. Dus de tips staan dan... Ze hebben eerst een paar algemene instellingen en dan de tips staan daaronder. Ze geven aan van manuele scherpstelling te gebruiken. Dus dat je eerst moet scherpstellen op het dichtstbijzijnde punt. Ja, en dat is dan de logische volgende stap. Dus neem een foto en verzet je scherpstelring zodat je scherpstelpunt een klein beetje verder komt te liggen en maak een nieuwe foto. En dan herhaal die stappen totdat je eigenlijk van het voorste scherpstelpunt tot op het achterste scherpstelpunt, het achterste gedeelte van de foto wat je scherp wilt, terechtgekomen bent. Dus zo verschillende foto's maken. Dus daarom is het belangrijk dat je een statief gebruikt. Ik ga het zo meteen uitvoeren en dan kun je ook verder zien hoe ik het allemaal uitwerk. Daar hebben we dan natuurlijk ook een schaar voor nodig. Ja. En dan nog een bloem. Ja, ik denk, dit als bloemetje is niet echt interessant. Hier bij deze heb ik al iets meer scherptediepte nodig, omdat de rand van die blaadjes ligt hoger dan het binnenste van dat bloemetje. Maar die was ook nog altijd maar één kleur, terwijl deze is toch al twee kleuren. En dan heb je het gele wat dieper zit en dan de rand van de blaadjes wat eigenlijk hoger zit. Dus ik ga zo een bloemetje... Wat zijn dat? Dat zijn margrieten zeker, hè? Oei, zien dat ik hem niet kapot maak. Voilà. Dus daar ga ik de foto's mee maken. Ja, zoals met elke foto is ook bij deze foto je licht natuurlijk heel belangrijk. Want het is hoe licht die je foto maakt of breekt. Dus ik ga bij een raam fotograferen. Hier heb ik een raam waar dat licht binnenkomt. In een goed verlichte ruimte, want ik heb hier nog ramen aan alle kanten. Dus dat betekent dat ik wel gedeeltelijk licht van één kant heb, maar toch nog... Je ziet het een beetje op die ballon, hè. Maar toch ook van de andere kant ook nog. Dus er zit zo'n kleine highlight aan die kant van de ballonnen. Maar de rest van de ballonnen zijn ook nog goed belicht. En dan mijn statief. Dat is een Manfrotto. Ik zal het zo zetten, dan kun je het beter zien. Dus een Manfrotto 055 CLB. Al een vrij oud statief, maar wel een degelijk statief. Daar kun je niet veel verkeerd mee doen met een snelkoppelingsplaatje erop. En dan wat dat betreft het macro gedeelte, ja, ik ga ook een blad, als achtergrond ga ik een blad gebruiken, een gekleurd blad. Hier ligt nog wat papier, tekengrief van de kindjes, daar zal ik wel een gekleurd blad in vinden. En dan wat de macro lens betreft, ik heb geen echt Fujifilm macro lens, maar ik heb wel deze dingen, dat zijn zo, ik heb er ook al eens een video rond gemaakt, dat zijn adapterringen van 16 en van 11 mm en ik weet, ik moet eens kijken naar een tabel van Fujifilm, dat zijn echt... Ringen voor macrofotografie, om gewone lenzen te gebruiken als macrolenzen. Als ik me niet vergis, is de 16 mm in combinatie met de 3, dus een 16 mm adapter, die bovenste, in combinatie met de 23 mm f2 lens, een goede combinatie voor macrofotografie. Ik heb hier snel een paar gekleurde velletjes verzameld.
Ja, je kunt eigenlijk best een complementaire kleur kiezen eigenlijk. Hè. Maar wel bij dat rood komt het mooier uit. Ja, ik heb het steeltje ook er al wat ingekort. Ik ben nog aan het zoeken hoe ik het kan rechtop zetten, zodat ik de foto van boven kan maken. Dat is bijwas. Ik ga die bijwas gewoon rond dat steeltje kneden en een platte onderkant geven. Dan ga ik dat volgens mij kunnen rechtzetten zonder dat dat in beeld. Super eenvoudig, zo. Rond dat steeltje, platte onderkant. En nu kan ik dat volgens mij zo. Het plakt zelf een beetje. En dan de foto zo maken. Ja, omdat ik nu met mijn XH1 aan het filmen ben, ga ik even mijn XE3 gebruiken om de foto zelf te maken. Dus daar zit die 23 mm lens al op. Het prentje zei van manueel te belichten met F11. Hè. Dus ik ga hem op F11 zetten. En hier dus, ik zal effectief de manuele scherpstelling verkiezen. En dan kan ik zelf door deze ring is bij deze camera te draaien, mijn scherpstelpunt. Dus ik ga het eerst van voor zetten. Dus dat zal op die buitenste rand van die bloemblaadjes zijn. En dan ga ik per foto een klein beetje verder naar beneden scherpstellen. Totdat eigenlijk het gele deel, het bolletje, ook scherp is. Maar zowel van de punt van dat geel als de onderkant van dat geel. Ik moet nog die ring ertussen steken. En mijn snelkoppeling hier aanhangen. Gewoon snel om een idee te geven. Dus dit is de standaard beeldhoek, 23 mm. Ja, die adapter zelf op zich is al een heel eenvoudig ding. Dit is nu niet de officiële Fujifilm versie. Dat is de JJC versie, die zijn goedkoper. Die heeft wel contactpunten ook, zodat je de scherpstelling nog wel kunt gebruiken, dat dat doorgegeven wordt tussen de camera. Maar voor de rest is dat echt gewoon een afstandsbusje eigenlijk. Hè. Ja, en dit is de beeldhoek met die lens, maar alleen met die adapter. Maar kijk, je moet dus om scherp te stellen gewoon dichter gaan. En zo krijg je het vergrotingseffect. Ja, ondertussen heb ik mijn opstelling van de grond verplaatst naar deze tafel hier, omdat ik... Kijk, dit is de werkafstand die ik heb. Dus ik moet echt van op die afstand de foto kunnen maken. Ik zet op de manuele scherpstelling. Dat staat goed. Dubbeltap volgens mij, ja. Dan vergroot die. Kijk, nu heb ik die van die bol... Ik ga mij concentreren op die bol, want ik heb al gemerkt dat de blaadjes hier, dat ik die niet scherp krijg. Ik veronderstel dat het te maken heeft met de kwaliteit van de lens. Dat dat geen echte macrolens is. Hier de bovenkant van die bol nu scherp is. En ik kan door aan de scherpstelring te draaien, wat dan die onderste ring is, de dikke ring met deze lens, kan ik dat scherpstelpunt verzetten van de bovenkant van die bol, ziet verlopen, naar de achterkant van die bol. Ja, de beperkende factor nu bij het maken van die foto's was niet zozeer de XE3 of het statief dat ik gebruikt heb, maar wel het feit dat ik met die niet-macrolens en die adapterringen werkte. Hè. Dus denk, als je zoiets vaker wil doen, dat je best kijkt om een echte macrolens te kopen. Dat zal het allemaal veel gemakkelijker maken. Dus gewoon in Lightroom een import doen. Ja, ik ga ze voor het gemak even allemaal importeren. Ja, dit zijn ze. Dus hier zie je dat de scherpstelling hier goed zit. Waar dat de blaadjes aan de bloem zitten. En als ik dan verder opschuif, komt die scherpstelling meer naar voren op de bol. Nog meer naar voren, nog meer naar voren. Totdat ik hier een foto heb waarbij dat de voorkant helemaal scherp is. Ja, en dit is dan nog een stappenplan dat ik gevonden had van Adobe zelf. Want blijkbaar kun je de foto's in Lightroom al importeren enzovoort, maar het echte samenvoegen, de echte focustekking, gebeurt in Photoshop. En er is een link als je hier kijkt, als je via Photo Edit open als lagen in Photoshop, als je die optie selecteert, dus eerst al je foto's selecteren en dan die optie uit het menu van Lightroom haalt, dan kom je terecht in Photoshop. En wat je dan krijgt is dat Photoshop blijkbaar redelijk wat tijd nodig heeft. Dat is een vrij recente MacBook waarop ik het uitvoer. Redelijk wat tijd nodig heeft om dan de verschillende lagen ook allemaal in te laden. Mogelijk is dat omdat ik hier nu met RAW-bestanden, met die RAW-extensie, dus met de originele grote bestanden gewerkt heb en niet zozeer met JPEG-bestanden. Maar eens dat alles dan verwerkt is en alle lagen geladen zijn, dan is het opnieuw een kwestie van de lagen allemaal te selecteren.
u er dan eerst van te verzekeren dat de auto-align layer optie aangevinkt staat. Dat gaat eigenlijk automatisch de verschillende lagen op hetzelfde niveau zetten, zodat moest je statief een klein beetje verschoven zijn of zo, dat dat op die manier geneutraliseerd wordt, digitaal. En dan komen we bij de laatste stap, nog altijd met alle foto's geselecteerd. Dan kiezen we in plaats van auto-align, kiezen we nu auto-blend layers. En dan zie je dat je een aantal opties hebt, panorama. Wat wij willen is natuurlijk die stack images, wat dat dan voor die scherpte diepte zal zorgen. Dus gewoon oké klikken, even de verwerking laten lopen. En dan krijg je het resultaat zien en dan zie je al snel dat, dat dus de gele kern van die bloem, dat die zowel van voor naar van achter scherp is. Het lijkt erop dat ik een klein stukje heb dat toch nog bewogen is. Dat is waarschijnlijk omdat ik niet genoeg foto's ertussen genomen heb. Je ziet ook op de lagen zelf wat de masking is die toegepast is. Dus welke delen dat er van de lagen gebruikt werd. Nu, dat gebeurt allemaal automatisch. Maar daar rest mij alleen nog maar het eindresultaat laten zien.